10 november is de dag van de mantelzorg. In Utrecht zijn minstens 30.000 mensen mantelzorgers. Veel mensen verzorgen in stilte naasten of bekenden. Zij vinden het vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Vaak is het mooi om die zorg te kunnen geven aan mensen die dicht bij je staan. Mantelzorgers met een biculturele achtergrond zijn vaak bovengemiddeld zwaar belast. Een Nederlandse mevrouw leidt heel diep depressie. We hebben haar geholpen. We gaan samen wandelen. En we probeerden onze best om haar te helpen. En ja, sinds vorig jaar zij is heel goed. Ik heb beide mijn ouders eigenlijk verzorgd toen ze ziek waren. Mijn moeder heeft uiteindelijk om euthanasie gevraagd. Daar zit in de Indonesische cultuur best wel een taboe op. Dus dat was best ingewikkeld om dat gesprek aan te gaan. We hebben bewust gekozen om onze moeder thuis te verzorgen. Onze ervaring is, tenminste buiten het huis, dat door de huidige omstandigheden niet die aandacht krijgt dat zij nu van ons krijgt. En natuurlijk laat je in moeilijke tijden je ouders niet in de steek. Utrecht is een kleurrijke stad waar we elkaar zien en voor elkaar zorgen. We hebben oog voor culturele verschillen. Zo zorgen we voor eerlijke kansen voor iedereen.